Hallo. Ik ga nog eens een video maken in het Nederlands. En ik ga het hebben over investeren, beleggen. En wat dan mijn plannen zijn voor de toekomst, waar ik mee bezig ben. Want ik denk dat veel op voorbereiding zal aankomen om succesvol te zijn. Dus op dit moment zit de helft van mijn kapitaal in de permanente portefeuille, de andere helft in de variabele portefeuille. En in de variabele portefeuille zit iets meer dan de helft nu in goud en zilver. En de andere helft zit in bitcoins. Wat zijn mijn plannen voor de toekomst? De kans is zeer groot dat ik volledig in bitcoin ga gaan. Als Bitcoin serieus corrigeert vanaf de huidige prijs dat de $100 is, of ongeveer €70 per Bitcoin. Ik denk dat de kans groot is dat de prijs zal corrigeren naar ongeveer $60, €40 de komende maanden. En ik denk ook dat de kans groot is dat dat de bodem zal zijn. Dat de prijs niet veel lager zal gaan. Het is wel goed mogelijk dat ze daar een paar maanden hangt. Hè? Maar ik denk dat de kans eerder groter is dat ze daar eigenlijk niet zo lang zal zijn. En dat ze vrij snel terug zal omhoog gaan naar de huidige 100. En ik denk dat daar toch een jaar zal schommelen. Of blijven schommelen rond die prijs. Maar schommelen in bitcoin wil zeggen nog altijd serieuze volatiliteit, dus er is zeker nog geld mee te verdienen, ook al gaat het op een jaar niet omhoog, hè, doordat om de maand of twee maanden toch zeker 30, 40, 50% omhoog en omlaag gaat, ga ik zeker daar ook nog geld mee kunnen verdienen. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is van de bodem te pakken. Want ik verwacht dat de prijs zal. Ik denk dat de kans groot is dat de prijs zal verder exploderen omhoog. En op dit moment zit het grootste deel van mijn variabele portefeuille in goud en zilver. Roland Van Damme vooral, zijn portefeuille. Maar ik denk dat. Dat wel een goede speculatie is, een goede weddenschap, maar helemaal niet zo goed als Bitcoin. Dus als er een bodem in Bitcoin zich voordoet, dan denk ik dat ik die speculatie ga opgeven, grotendeels. Hè. Maar goed, dat is niet zeker. Hè. Wat dat wel zeker is, is dat ik mijn exposure, zeker gaan verhogen als de prijs omlaag gaat. Want op dit moment zit er ongeveer 16% in bitcoins van mijn hele portefeuille. En sowieso als de prijs naar $60 gaat, dan gaat dat zeker omhoog naar ongeveer 20-25%. Dat is zeker. Hè? Maar 30% waarschijnlijk. Hè? Dus dat is zeker. Hè? En dus dat is bijna een verdubbeling van mijn huidige exposure. En ik denk dat zij die willen rijk worden, dat zij dus dat het op dit moment echt wel tijd is om dat Bitcoin degelijk te beginnen bestuderen, zodat je voorbereid bent en klaar bent om een degelijke positie in te nemen als de prijs verder corrigeert. Hè? En sowieso denk ik dat. Verstandig is van vandaag al een kleine exposure te nemen van bijvoorbeeld 5% hè, van je portefeuille. Want als het omlaag gaat met 50% en je hebt maar 5% erin, dan verlies je in totaal 2% van je portefeuille of 3%, dat is geen ramp. Hè. Helemaal niet. Hè. Dus, voilà. Dat is eigenlijk mijn variabel portefeuille in grote lijnen, wat dan mijn plannen zijn. En mijn permanente portefeuille,
Ga ik, ik denk dat ik dat ga aanpassen in de toekomst. En ga ik, dat ik de 30-jarige staatsobligaties eruit ga smijten. Maar nu nog niet. Op dit moment, de Duitse staatsobligaties van 10 jaar leveren 2% op. En dat is eigenlijk, dat is sowieso zeer laag al, historisch laag. Hè? Maar inderdaad, ze hebben nog lager gestaan. Ik denk dat 1,5% was in het begin van het jaar. Nee. Ja. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de Japanse staatsobligaties van 10 jaar, op dit moment leveren zij minder dan 1% op, hè, dus 0,9 en zoveel. Ik denk dat dat het potentieel ook voor Duitse staatsobligaties is. En als je ziet naar Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties, die op dit moment is het al 3%. Hè, dus volgens de vrije markt zijn Duitse staatsobligaties veiliger als Amerikaanse, maar niet zo veilig als Japanse. Ik laat het oordeel aan u over of dat, dat klopt, maar dat is wat de markt zegt. Ik denk niet dat dat klopt, maar de prijs is te verklaren van wat er in Europa gebeurt. Hè. Dus heel veel mensen, is een kapitaalsvlucht van obligaties van het zuiden, Griekenland, Spanje, Italië, Frankrijk naar het noorden en vooral Duitse. Hè. Dus de rentevoeten van 10-jarige obligaties in Griekenland, Spanje. Griekenland is nu 10%, maar Spanje, Italië is ongeveer 4-5%. Hè. De kapitaal, er is veel minder vraag naar die staatsobligaties, daarom dat de rente daar hoger is. Maar dat kapitaal gaat dus vooral naar Duitse en niet naar Amerikaans. Hè? Daarom dat de Amerikaanse op 3% staat en de Duitse op 2%. Hè? Waarom ga ik die verkopen? Omdat, ik ga ze verkopen als we nog een spy krijgen. En ik ga er ook definitief uitstappen. Met mijn permanente portefeuille, ik weet dat dat niet volgens de regels is, hè. Maar ik kan het mij niet meer, ik kan het gewoon niet meer doen, omdat, ik bedoel, de rentevoeten hebben historisch gezien, en dan spreek ik over honderden jaren, geschiedenis, hè, nooit zo laag gestaan, hè. En dat wil zeggen dat ze dus nog nooit zo hoog gewaardeerd zijn. Hè? En dat is totaal, het houdt geen enkele steek, gezien we vandaag de dag in een fiat wereld leven, waarbij dat de munt wordt bijgeprint à volonté. Hè? Integendeel, tot een paar honderd jaar geleden, of zelfs nog maar 100 jaar geleden, waar dat niet gedaan werd, hè? Dat mijn goudstandaard, natuurlijk politiekers, hebben altijd bijgeprint, altijd de munt gedevalueerd ten opzichte van goud. Maar dat was een heel, dat werd niet vlug gedaan. In de Grote Depressie hebben ze dat gedaan. Maar dan ging dat over bijvoorbeeld, wat was het, de Belgische frank, de Nederlandse gulden. Ik weet het niet van buiten, maar stel bijvoorbeeld dat 1 ounce 35 Belgische frank was. En dan in de depressie hebben ze dat dan veranderd naar opeens naar 45 of 50. Dus laat ons zeggen dat je maximum de helft verloor door zo'n devaluatie in goud. Maar vandaag de dag wordt er veel meer geprint dan 100%. Hè. De geldhoeveelheid is sinds 2008 verdrievoudigd. Hè. Dus en daarom ook dat de rentevoeten zo laag zijn, want wat gebeurt er met al dat bijgeprint geld? Daar kopen ze natuurlijk die staatsobligaties mee. Hè? Dus het is een gemanipuleerde markt. Hè? De vraag is, kan dat blijven? En ik denk van niet. Hè? Je kunt een markt manipuleren
maar alleen zolang dat de markt meewerkt. Zodra dat de markt het opgeeft en anders gaat reageren, dan is het gedaan met de manipulatie. En je ziet dat vandaag in de obligaties in het zuiden. Dus de rentevoeten zijn 5% Italië, Spanje. Maar de ECB koopt zeer veel obligaties vandaar ook, hoor. En Griekenland, trouwens, hebben ze bijna alle obligaties opgekocht van Griekenland. Dat zijn de ECB. En desondanks dat is de rentevoet nog altijd 10%. Dus manipulators, dat werkt niet meer als de markt zegt voert. Dus ik denk dat, dat de kans groot is dat de markt voert zal zeggen tegen Japanse staatsobligaties, Duitse en Amerikaanse ook, hè, de komende jaren. En dat je de rentevoeten daar serieus zult zien stijgen, net zoals je dat nu al ziet gebeuren in Duitsland, in het zuiden. Dus dat is een speculatie, hè. Kan zijn dat dat niet gebeurt, maar markten gaan in golven, hè. Dat duurt meestal decennia lang, eer dan een golf is uitgespeeld. En dan duurt het decennia eer dat ze terug omlaag gaat. De rentevoeten zijn gedaald sinds 1981 of 82. En we zitten nu 30 jaar verder. En er gaat een keerpunt komen. Het kan 5 jaar duren, het kan 10 jaar duren, het kan volgend jaar zijn, het kan dit jaar zijn. Hè. Dat keerpunt er is en dat de rentevoeten omhoog gaan. Dus de permanente portefeuille doet een schitterende job om je kapitaal te beschermen. Maar ik wil meer dan dat. Ik wil geld verdienen. Hè. En ik denk dat ik dat kan doen door overduidelijk overgewaardeerde activa eruit te smijten. Hè. En dat wil zeggen dat ik dan overblijf met 1/3 van elk cash. Hè, dus korte termijn staatsobligaties ga ik wel hebben. Goud en aandelen. Hè. Ik ga die dan zo indelen. Hè. En de korte termijn staatsobligaties zijn zeer interessant. Want de rentevoeten gaan dan omhoog gaan. Je hebt geen kapitaalverlies, hè, op je obligatie, omdat je ze elke dag of elke 3 maanden of elk jaar vernieuwd. Dus elk jaar bijvoorbeeld, hè, heb je die hogere rentevoet. Hè. Dit jaar is dat 0,5% voor 1 jaar staatsobligatie of nog minder. Maar het kan goed zijn dat volgend jaar 1% is. Het jaar daarachter 2 of 3 of 4. Hè. Net zoals dat nu al het geval is in het zuiden. Hè. Dus die korte termijn staatsobligaties zijn zeer interessant. Het wordt zelfs nog interessanter wanneer dat de Duitse staatsobligatie ook gevreesd wordt van failliet te gaan, want dan zul je gelijkaardige rentevoeten zien als in Griekenland. Op dit moment is dat 10%, maar het is veel meer geweest. Het kan goed zijn dat je dan met je korte termijn staatsobligaties 10, 15, 20% vangt, maar tegelijkertijd zul je ook vrezen dat failliet gaat. Maar gezien dat dat de PP is, is dat geen probleem. Moest het failliet gaan, net zoals dat in Griekenland gebeurd is, en ze plots zeggen, ja jongens, we betalen die niet meer terug, die korte termijn staatsobligaties, of je moet 50% verlies pakken. Goed, dan heb je dat verlies, hè, maar ondertussen heb je toch 10-15% interest gevangen per jaar, misschien zelfs op een piekmoment 20-30% interest, en dan opeens de helft kwijt. Oké, maar zeer waarschijnlijk zal dan ook goud sterk stijgen daarna, of zelfs misschien aandelen, wie weet. Hoewel de aandelen zeer waarschijnlijk zullen ook crashen dan, net zoals dat in Griekenland ook gebeurd is. Maar you never know, gezien het bijprinten is enorm en het lijkt erop dat ze vandaag de dag niet enkel staatsobligaties opkopen, maar ook aandelen, hè? Met bijgeprint geld. Dus de PP zal dan, een van die activa zal waarschijnlijk dan omhoog gaan, moest een serieus verlies maken op uw korte termijn staatsobligaties. Dus dat is mijn plan voor de PP. Dus voilà, bedankt voor het kijken. Ik waardeer uw feedback enorm. Dus als je ideeën hebt, zaken dat ik over het hoofd zie,
vragen zeer graag. Dag.